Good morning. Good morning. Wij gaan vandaag een jaar. Woehoe. Ja, daar moet Mike nog een heel veel jaartjes mee doorleven met deze gek. Poffertjes zijn al. Pof. Well, that's the difference. Dus hoeveel weken moet jij nog? 2 maandjes. En ik moet nog kapot lang. Nou, wij gaan vandaag lekker varen. Ook zien jullie in deze vlog onze skinroutine. Ik ben links, dus ik moet het niet meer linkerhand. Jij bent rechts, dat is helemaal niet handig. En de moisturizer. Dus we gebruiken ze alle 3. Nou, niet meer wachten. Meer wat eten? Welkom bij weer een nieuwe vlog. In deze vlog gaan jullie zien hoe ik ons 1-year anniversary met Mike vier. Ook gaan we lekker met de familie en de hondjes een dagje varen. En ik ga mijn Galaxy nails zetten. Ook zien jullie in deze vlog onze skinroutine en wat we gebruiken voor onze huid nu we zwanger zijn, maar wat we daarvoor ook gebruikten. Dus ja, dus ben je benieuwd wat we allemaal gebruiken? Blijf deze vlog kijken. En ook hebben we de 50.000 abonnees behaald. Dank jullie wel allemaal. We hebben deze al verloot, de winactie. Dus als je er niet van op de hoogte bent, kijk even naar onze Instagram. En heel veel kijkplezier en love Reiners. Even kijken, wat ik vandaag draag is het broekje wat ik bij Reiners Food Fashion heb gekocht. Van de broek draag ik maat S en van de blouse L. En ik heb het meer als thuis heerlijk relaxed pakje. Want wat gaan wij doen? Is het beeld zo blauw? Het beeld is echt mega blauw. Oh, dit is veel beter. Het beeld was heel gek blauw. Ik mis mijn nagels onwijs. Mijn mooie lange nageltjes. Dit is hoe het nu eruit ziet. Echt vreselijk. Maar ik ben laatst heel erg misselijk. Ik ben alleen maar aan het overgeven. Dus rijden naar Den Haag is wat... Nou, het kan wel, maar het is wat lastiger momenteel. Dus ze komt nu gezellig naar mij toe om mijn nagels te doen. In een Galaxy thema, zodat het bij ons jongetje past. Dus we gaan gek werken met stenen, met glitters, met manen, met sterren. Blauw. Dus het wordt helemaal over de top. Maar dat is precies wat ik nodig heb. Want ik word echt heel verdrietig van deze handjes. Deze hand is nog erger, want ik heb hier dus gouden nagellak op. En ik heb hier... zwart. Dus ik kan niet wachten tot ze er is. En dan gaan we aan de slag. Ondertussen heeft mama voor mij heerlijke soepjes gemaakt. Zodat ik nog wat binnen hou. Broccoli soep en die is nu courgette. Maar Stinky vindt het dus ook echt niet normaal lekker. Kijk, ik heb hem nu voor aan het opscheppen. En hij is al helemaal aan het bewegen. Dat hij het zo lekker vindt. Even wachten. Stinky is nog een beetje te warm. Ik ga je zo filmen. Kijk, dit is het. Ik geef een heel klein beetje soep hoor. Maar kijk hoe lekker die het vindt. Nou, gaat hij precies verkeerd staan. Dit is niet normaal. En er zit niks in, jongens, wat hij niet mag. Dus mijn moeder heeft echt helemaal vers gemaakt. Vers van de pers. Nou, ze is er hoor. Dus ze loopt net weg. Wij gaan mijn nagels doen. Ik ben wel benieuwd wat het wordt. Oh ja, ik mag mijn eigen ding doen, hè? Hè? Ik mag mijn ding doen. Ja, het wordt sowieso heel mooi, maar we worden gewoon heel blauw. Daar is ze hoor. Hallo. Hallo. Heel veel blauw. En glitters. Glitters. Maak je mij al heel blij mee. En stenen. En stenen. Kijk hoor. Nou, het ziet er zo nu zo uit. But dit is de start of something beautiful. Dit vind ik het allerleukste. Jij ook, hè? Zeker. Het filen. Mooi maken. Het mooi maken van de nagels. Fine tuning. Zijn jullie benieuwd hoe het is geworden? Allerleukste gedeelte. Steuns. Dit is insane. Hoe beeldig. Eigenlijk is hij mooi met mijn andere hand. Bij de maan. Maar wie heb je je nagels laten doen? En laten even een close-up ervan zien. Nou, we gaan altijd bij Gabe voor onze nagels. Alleen, ik ben nu dus echt... Nou, dus nu niet meer inmiddels. Maar echt, toen wel echt kotsmisselijk. Echt kotsmisselijk. Dus om helemaal naar Den Haag te rijden voor mijn nagels vind ik natuurlijk nooit erg. Maar nu dacht ik echt van... Ja, dat trek ik gewoon niet als ik moet overgeven en rijden en noem maar op. Dus kwam ze gezellig naar mij toe. Ja, dus ik ben al 2 weken verder volgens mij nu. Ik heb Galaxy nails. Ja. Het is echt... prachtig. En zoals je ziet, lekker lang. Dus zit het allemaal nog. Lekker lang. En bij mij bleef het helaas niet zitten. Maar ik ga het nu nog 1 keer proberen. Want ik heb binnenkort mijn pregnancy shoot. Dus dan ga ik wel nog met Gabe weer mooie lange nagels doen. Maar ik heb nu... bleef niet zitten weer door je hormonen. En niet door haar. Maar... nee, door de hormonen. Even. En shellakje is gewoon nu even voor mij time being het beste. Dus ze is lekker langs geweest. En ik hou altijd helemaal van over de top. En zij gelukkig ook. Dus we hebben dus een perfect match. Samen heel bedacht. En de volgende keer ga ik weer iets heel geks en leuks doen. Ja. Haal ik de nagels ook als de baby er is? Geen idee. Dat lijkt me niet. Dat was over 4,5 maand, dus tot nu toe kun je nog even genieten van je lange nagels. Ja. Maar met poepluiers lijkt me niet handig. Ja, dan gaan we visual zien. Oké. Wij gaan vandaag een jaar. Woehoe.
Wij zitten nu in de trein naar Amsterdam. Want we gaan een heel leuk hotelletje. En dan gaan we lekker ontbijten, winkelen, lunchen, eten, eten, eten. Drinken, drinken, drinken. Om een 1 jaar te vieren, anders waren we naar het buitenland. Gaan we nu gewoon in de Amsterdamstad zelf. Als toeristen. Ik dan. Nee, niet. Voor badass. Wij zitten weer, als vanouds, in de fietstaxi. Altijd met jou zit ik in de fietstaxi, nou zit je wel anders. Maar ik vind het zo leuk, een fietstaxi. Dus ik ga jullie even Amsterdam laten zien. Oké, wij zijn dus voor ons 1-jarige jubileum bij de Craftsman. En het is zo mooi. Moet je kijken wat ze voor ons hebben geregeld. Dit is toch niet normaal? Hoe leuk. Met al de fotootjes. En nog het Galaxy thema helemaal doorgevoerd. Echt te lief. We slapen in de artist room. Dat is echt heel gaaf. Hierboven nog een vierde en een bad. Ga ik zo filmen. Maar hoe leuk is dit? Het Vincent van Gogh team. Overal zijn verfspetters. En als we naar boven gaan. Hoe leuk al die blauwe tegeltjes. Hier nog een hele leuke zit. Waarmee je heel Amsterdam kan zien. En het allerleukste is als je naar beneden kijkt. Zie je Vincent van Gogh's gezicht. Vincent van Gogh's gezicht. Jeetje. Je moeilijkheid bewoorden met zwangerschap. En dan hebben we hier een mooi bad. En dan ben ik hier. Ik draag vandaag Prada-tasje, de Reiners sweater. Hula blij. Oké, Maaike en ik hebben ons even omgekleed. We gaan Reiners blazer, sample. Prada-tasje, legging van mijn zus en Prada-boots. En my boyfriend. Oké, kijk of we het gaan winnen vandaag. Mijn liefde. Naar het menu aan het kijken van Tijoni. Wij gaan heerlijk Italiaans eten. En door corona is nu alles digitaal. Maar ik denk dat ik een apart zou nemen met de bolognese. Weet ik wel zeker. Mijn baby belly. Wij hebben baby belly niet. En we hebben honger. Burrata. En een carpaccio. Eet smakelijk, mijn liefde. We zitten gezellig in de lounge. Achter een paal. Dus niemand ziet mij. Kaas, 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 kaas. It's snowing in dit. It's snowing. En ik heb de, of ik had de, lobster spaghetti. Beter met kaas? Het zwemt echt in kaas. Nog een bakje. Waar heb jij je one year anniversary gevierd en ben je net zo verliefd als je first? Als de first day. Nee, we zijn naar de Craftsman gegaan. Het Craftsman Hotel in Amsterdam. Heb je een soort van eigen appartementje. Vond ik heel leuk, want het thema van die suite of appartement was Vincent van Gogh. Ja. En Maaike is hier helemaal fan van. Dus ik dacht, nou, dat is dan een keer leuk om te doen. Een keer wat anders. Een keer wat anders. En eigenlijk wilden we een weekendje weg. Maar nu door corona lijkt het ons niet verstandig. Ook niet omdat ik zwanger ben. Dus we dachten, en het was heel erg persoonlijk. Want je hebt echt foto's met ballonnen op het bed, alles gekregen. Het was echt super leuk. Dus uiteindelijk was het een soort van leuk getaway in Amsterdam. Want zo vaak kom ik niet in Amsterdam, Mike wel. Dus daar hebben we gewoon lekker gelogeerd. Het was inderdaad helemaal aangekleed met allemaal mooie ballonnen. Ja. Dat hadden zij voor ons geregeld. En heerlijk ontbijt. Gewoon een hele leuke plek op de Singel. Dus we waren zo op de Dam, bij de Bijenkorf, even gewinkeld. Overal kon je een beetje lopen. Tjotjonis hebben we lekker in de avond gegeten. Dus alles zat lekker in de buurt. We hadden hartstikke mooi weer. Dus het was echt wel een heel leuk weekendje weg. Was het niet dat we gewoon door de week, maar het was wel even leuk. En ben ik nog even verliefd? Ja, zeker weten. Dat zie je ook wel aan alles wat we doen, denk ik. De meeste mannen houden niet van shoppen, maar Mike wel. Ja, het ligt natuurlijk aan wel welke winkel. Maar Mike vindt kleding heel interessant. Hij vindt het niet erg om met jou mee te gaan winkelen. Nee, hij vindt het wel leuk. Want hij weet af en toe zelfs meer van merken dan ik. Ja, het komt ook omdat hij zelf ook in de modebranche zit. Ja. Het scheelt ook een hoop. Dus we hebben eigenlijk dezelfde interesses. Dus ja, dat is wel leuk. Dat was wel heel leuk. Dus we gaan lekker gaan winkelen, gaan rondlopen. Voornamelijk heel veel gaan eten. Dat was eigenlijk het meeste wat we hebben gedaan die dag. Ik kreeg heel veel vragen of ik dan nu een jaar getrouwd was of zo'n jaar samen. Maar nee, ik ben een jaar samen. Maar dan bijna ook een jaar getrouwd. Je bent ook best wel snel getrouwd. Ik ben in september getrouwd. En ja, ik ben ook al zwanger. En ik ken hem ook al mijn hele leven. Dus dat is eigenlijk het hele reeltje wat ik eigenlijk op de Instagram kreeg. Met heel veel de vraag hoe ja, wat. Maar nee, we zijn dus nu pas een jaar samen. Ja, maar als het goed voelt, dan voelt het goed. Ja. En je weet nooit wat de toekomst brengt. You never know. You never know. Guten Morgen from Hotel de Craftsman. Dat was mijn lekker. Ik ga lekker mijn make-upje doen. Alvast mijn haar.
inzetten. En dan krijgen we straks lekker ontbijtje om bed. Mijn make-up look weten jullie inmiddels al. Dus dat ga ik niet voor jullie filmen, maar wel hoe ik mijn haar inzet. Dus we gaan vandaag lekker Amsterdam in. Naar straatjes dit keer. En dan gaan we daarna lekker naar huis Stinkie ophalen. Want mama en papa hebben opgepast op kleine Stink. En dan hebben we goed ons jaartje gevierd. Ondanks de corona, ondanks dat ik zwanger ben. En we niet heel veel kunnen. En ik heb nog steeds niet echt een babybuik. Maar zo laten zien. We gaan het fotootjes maken voor Reinders. En dan zijn we ready. Ik kom zo weer terug. Oké. Ik heb me zoals jullie zien gemake-upt. Wat doe ik eerst is mijn haar borstelen. Wat ik dan altijd doe en niet zonder kan is droge shampoo. Voor als het volume van Andalon, no spon. Dat eigenlijk een spons moeten krijgen. Je tilt je haar wat omhoog. En spuit dat erin. Dan maak ik een soort van middenscheiding. Pak mijn haar erbij. Het haar hebben van Real Hair Online. Ik vind zelf persoonlijk dat zij het mooiste haar hebben. Ik heb dan voor als ik een staart heb meestal deze mat. Prachtige kleur. Maar voor nu wil ik graag met twee voorste plukjes blond. Twee losse plukjes laten maken. Zo ziet dat eruit. Een klein klemmetje. En deze zit aan deze kant als ik het goed heb. De andere erbij pakken. Even kijken hoor. Zo, volgens mij. Ja, pak ik twee losse plukjes. Want ik denk, als ik mijn haar los ga doen, wil ik dat uit deze. Oké, schatje, kom aan. Deze twee losse plukjes. De rest doe ik eventjes naar achter vast met een elastiekje. Dan is het eigenlijk heel simpel hoor. Dan kan je plukjes natuurlijk in elke kleur vragen. Hier omhoog. En dan klip ik hem in mijn haar. Nee, niks schat. Oh, ik heb het tegen de vlogcamera. Iets dichterbij. Klip ik het in het plukje. En kijk. Dan heb ik een blond plukje hangen. Hoe enig. Nou, ik vind het tenminste enig. En het lijkt gewoon van mezelf. Van de kant. Je ziet hetzelfde. Haartje omhoog. Klik ik hier erin. En dit vast. En dit valt er eigenlijk heel simpel overheen. En vandaag doe ik niet die andere mat in. Laat ik mijn haar gewoon los. En ik vind het dan eventjes leuk om de bovenkant vast te maken. Heel rommelig. En dit dan eigenlijk zo achter oren. En een staartje. En dan is dit mijn haarlook van vandaag. En last but not least, onze nieuwste Reinders geur is binnen, girls. Het is de wintervariant. Dit was eigenlijk oorspronkelijk onze allereerste geur. Maar we vonden hem iets te heftig om daarmee te lanceren. Dus we hebben hem nu gelanceerd voor bij de wintercollectie. En hij is echt heerlijk. Het is een wat zwaardere geur met wat zwaardere noten. Maar ja, dat vinden wij echt heerlijk. Helemaal omdat de winter er nu weer lekker aankomt. En ik ga het flesje nog even goed laten zien. Het is dus ook alles reversible. Reversible, sorry, omgekeerd. Dus een zwart flesje met witte kopjes. Dol exclusief, zelfde prijs. En ligt nu in de winkel. Hoe leuk. Die spuit ik op. Dus als jullie laatst het afvroegen van, oh, Marien, jullie ook lekker? Was het de nieuwste Reinders geur? Oké, nou, ik ben ready to go. Mike en ik zijn net wakker geworden. En we hebben alle ballonnen nog. Het ziet er helemaal niet uit. En we krijgen straks een heerlijk ontbijtje. Echt een lovely breakfast. En we kijken ons heel uit op Amsterdam. Dus iedereen die langs loopt ziet ons, maar goed. We zitten heel formeel in onze badjasjes. Rose petals. Hoe leuk. Weer om een foto te maken als hij straks hier staat. Oh ja, kom eens hier. Kom eens hier. Als Tam. Woehoe! Ja, daar moet Mike nog in heel veel jaartjes mee doorleven met deze gek. Oeh, mijn ontbijt. Zo wakker worden is helemaal niet erg. Boffertjes, croissants, eitjes, fruit, yoghurt, shootje. My god, Mike is zo. Is delicious, darling. Oké, laten we eens beginnen. What do we got? Oh, je hebt je koffietje. Koffietje. Dankjewel. Lekker zeg. Poffertjes zijn al. Pof. Oh, wat gek. Hier is hagelslag en pindakaas. Er komt steeds meer bij. Wat een feestmaal. Kijk hier. Een bordje. Ja, elke ochtend hebben. Echt hè? Ik wil wel dat jammetje en dat botertje erbij. Weet je het niet? Jawel. Jij pakt het ook gelijk. Nou ja, gewoon je kan delen.
Doper. Met boter. 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 Oh, het is ook lekker warm. Kom je vandaan dan? Den Haag, waar Den Haag zijn, jongen. Ultimate genietempje, ze lopen 100 mensen lang. Maar. Denk wat gebeurt hier dan? Die willen ook zo'n ontbijtje. Heb je 9 zaadjes hier dichtbij? Ja, die kant op en dan maar rechts. Maar een stukje lopen hoor. Een vrouw voor. Teetje. Een English breakfast. Jij mag mijn andere croissant hebben. Nee, dat is een broodje van mij. De broodjes van mij zitten? Dat is denk ik een saucijse broodje. Nee, pannenkoek. Wat is het? Kaneel. Nutella. Nee. Nutella, ja. Nutella. Maar nog één voor. Maar. Ik neem lekker een broodje met kaas. Heerlijk, al die broodjes ook zo lekker warm. A lovely, lovely ending of our morning. Hm. Wat? De baas van de bananenbar. Wat? Wat is de bananenbar? Nee, de vieze bar. Oh. Ik ben er nooit geweest, hè? Ja. Nee, echt niet. De camera. Ik ben er echt nooit geweest. Ja, ja. Hij weet wel waar het is. Wil je ook zo'n lekker broodje een keer? Oh. Oeh. Ik wil de camera uitzetten, maar het is zo lekker. Dat is niet uitzetten. Hoi. I'm Judith. I'm Mike. Today we are in Amsterdam. In Amsterdam, in the Craftsman Hotel. I'm going to show you all Amsterdam like tourists. Today we are going to the 9th Street. They have a lot of fancy shops, art shops, decorating shops. Hoe jij shops zegt. Shops. Shops. Ja. Ik wil ook wel zo iemand die ons elke dag een ontbijtje brengt. Ja, we moeten ergens beginnen. We maken ook een keer een ontbijtje voor je. Moet je wel laat wakker worden. Hm? Moet je wel laat wakker worden. Ja, ik ben inderdaad wakker. Ja, ontbijt je op bed om 3:00 middag. Mm. En nog een yoghurtje. Ik ben even naar de zin. Nou. Je bent zo'n dark af en toe niet normaal. Ik heb een ba doen. Ik wil niet zeggen dat je na een jaar opeens helemaal nog meer jezelf kan vinden. Wie zei je? Nou, wat leuk. Leuk, sommige mensen zijn heel warm gekleed, anderen heel koud. Ja. Kijk, heftig als een winterdag zijn. Nu wil ik gewoon aanhouden wat ik in mijn hoofd heb. Wij gaan nog even verder ontbijten. Maar ik denk dat jullie wel genoeg ontbijtmateriaal hebben gezien. En dan gaan we zo aankleden. See you later. Oké, change of plan. Toch maar lekker naar huis. We hebben gisteren zoveel gedaan dat we nu lekker gewoon naar huis gaan. En even gaan relaxen. En we hebben heel veel gegeten. Dus we zijn nu onderweg naar Sanforte. En mama haalt ons daar weer op. Hoe voelen wij ons in onze zwangerschap? Nou, Marie die heeft eigenlijk nergens last van. Behalve nu een klein kwaaltje die af en toe een rugpijn heeft. Ja, maar ik werk natuurlijk nog steeds 5 dagen in de week. Dus verloskundig zeggen dat het heel erg normaal is. Dus ik merk nu wel aan mezelf dat ik soms een paar dagjes nu extra vrij neem. Of dat we een dagje, als het lekker weer is, overal gaan varen. Gaan varen, even helemaal relaxen. En ik ben gestopt met overgeven officieel nu een week. Dus ja, ik hoop dat ik dat volhoud. Maar ze heeft wel hele rare gewoontes dat ze nu bijvoorbeeld witte chocolade pepernoten eet als ontbijt, maar ze zoet wil. Nou, ik zeg alleen vandaag. Maar goed, voor de rest gaat het eigenlijk allemaal heel goed. Mogen we niet klagen. Kindjes zijn gezond, gelukkig. Groeit goed. Groeit goed. En daarbij onze buiken is een mega verschil. Ja, ik ben nu voor jullie 18 weken en Marie is 31 weken. Oeh. Dus we schelen iets minder dan de helft. That's the difference. That's the difference. A boy and a girl. Dat deden we vroeger altijd. Zo, ja. Van Marie is echt keihard. Echt zo'n... Echt kanonkogel. En dat van mij begint nu eindelijk echt goed te groeien. Nu kan je eigenlijk zien dat ik zwanger ben. Dus hoeveel weken moet jij nog? Wie was nu? 31. 2 maandjes. Nee. Jawel. 8 weken. Sommige kindjes worden gewoon 36 weken geboren. Ja, maar ik mag hopen dat dat wil liever niet. Oké. Het kan altijd eerder. Ze zeggen wel als je heel veel werkt dat het eventueel ook wel eerder kan. Kan ook later. Oh, we zitten dat. Mama zit er. En ik moet nog, kapot lang. Ik moet precies, ik zit precies op de helft, precies 18 weken, dus 4,5 maand nog. Als je op je datum bevalt, hè? Yes. Nou, wij gaan vandaag lekker varen. Sisters en de mannen en de hondjes. Ja, en de baby's. En de baby's. En de baby's. Fijn met en de baby's. We hebben lekker boodschappen gehaald. Ik ben naar de kaas geweest voor een lekker broodje. Mama heeft boodschappen gehaald, Marie heeft boodschappen gehaald. En we gaan lekker genieten. Ik krijg inmiddels een buik. Heel raar, dus ik had een beetje issues vanochtend met mezelf. Met mezelf. Oké, het is mega koud. Chapo gaat er ook in. Oh, oh, het is denk ik heel koud. Oh, Jaime gaat ook.
Help! Baby Belly, een drankje gedaan. En we gaan nu weer op de boot. Op de boot. What the weather, Stinky! Hallo! Hallo! Die buik van jou. Captain Jack. Maar dan met iets anders. Ik wil, wat willen we eten? Stinky, kijk eens naar mama. Lekker hè? Nou, die moet bij de oerkappen fietsen. Ja. De belly van Julie is growing. Een beetje meer aan de zijkant. Oh, ik kan ook met de camera aan de zijkant. Hij gaat groeien. De baby gaat groeien, Stinky. Wat een heerlijk massa met de weer, Gamba. Jullie afvragen, hoe zijn jouw hondjes? Die heb ik even bij mijn schoonmam. Dus je weet hoe flink jullie lopen. En dat is even lekker relaxed zonder hondjes. Mijn baby belly is overgrowing. We gaan lekker eten. Een hondje zit ook op een stoeltje. Sister. Boys. Hoe was ons dagje varen? Nou, het was dus heerlijk relaxed, heel spontaan. Want als ze opeens schreef, zijn ze weer morgen lekker varen. Toen dacht ik, oh, ik ben vrij. Toen zei ik, nou, we zijn niet vrij, maar we kunnen op zich wel een dagje vrij nemen om even lekker te relaxen op een bankje. Ja. En het was eigenlijk een hele gezellige dag. We gingen eigenlijk heel erg massen met het weer ook. Ja, nog in september, nog met z'n zessen varen. Eigenlijk alleen maar gechilled. De mannen hebben dan gezwommen, de vrouwen niet. Het was veel te koud. Heel veel plassen onderweg met drie zwangere vrouwen aan boord. Maar het is allemaal wel goed gekomen. We hebben ook gezellig in de avond wat gegeten. En Mike deed echt net of hij Captain Jack Sparrow was. Dus dat was echt hilarisch. Ja, dus we hebben het uiteindelijk wel heel gezellig gehad. En hoe Romee zich voelt. Romee zit eigenlijk een beetje tussen ons middenin. Die voelt zich wel 13 weekjes. Ja, die voelt zich wel echt misselijk. Maar is nog niet op het punt gekomen tot overgeven. Nee, gelukkig niet. En ik had helemaal nergens last van is Sjoe echt overgeven. Dus Romee zit denk ik een beetje in het midden. En ze heeft een beetje last van pukkeltjes. Dat ja, qua hormonen. Maar ja, we horen 4 oktober wat ze gaat krijgen. We zijn heel erg benieuwd. Ik denk zelf een meisje. Ja, maar ik dacht dat bij iedereen. Ik weet niet, want ik was heel erg aan het overgeven en jij niet. Dus ik dacht juist dat ik een meisje daardoor kreeg. Maar ik kreeg een jongen. En jij hebt nu wel meer dezelfde symptomen als Romee. Dus daarvoor denken we eerder aan een meisje. Denk ik eerder aan een meisje. Maar... En ik ben nu degene die het als eerste weet. Het wordt nu ja, naar jou toegestuurd. Ja. En dan gaan we druk zijn we bezig met de voorbereiding van de gender reveal party. Laatste gender reveal party. En daarna komen de baby showers. En dan komt mijn geboorte babybottle. Ja, en dan komt nog kerst. En dan komt nog... Dus we hebben heel veel leuke feestjes in de planning. Maar ja, het is ook wel leuk, want je kan toch niks anders doen nu deze tijd. Dus wij vinden het leuk om nu die feestjes zo te vieren. Ja. Wat je ook in deze week van gaan zien is dat we onze Glane Glow producten gebruiken voor onze skin routine. We hadden heel veel de vraag waarvoor we deze producten gebruiken en hoe het eigenlijk werkt en hoe je dit opbrengt. Dus wij dachten, het is nu zaterdag en we zijn met z'n tweeën. We gaan gewoon lekker een dagje de skin routine laten zien. Skin routine. Dus we hebben voor jullie eenmaal opgenomen wat wij allemaal gebruiken. Ook in de juiste stappen en gewoon ja, meer ook om jullie gewoon bewust te maken van wat wij gebruiken. Omdat we heel veel vragen naar hadden en als jullie er niet iets in kunnen vinden. Dan kan je het gewoon lekker doorspoelen. En wij gebruiken het wel echt regelmatig. En we zien dat het bij onze huid wel heel goed is. Ja, wij hebben wel een hele mooie huid. Of een hele vette huid ook. Dus 1 keer in de 2 weken. Maar het ligt ook een beetje aan ons humeur. Af en toe dan doen we het masker veel meer. Maar dat is dan weer niet heel goed voor je huid. Dus als je echt tips wilt betreft je huidtypes. Kan je echt altijd het beste Glane Glow vragen. Wij hebben het eigenlijk gebaseerd op onze huid. En daarin hebben we ook een hele leuke winactie, girls. Dus blijf kijken voor de Glane Glow. Ja. Skin routine. Oké, Sjoe is net bij mij thuis gekomen. Het is weekend. En we dachten, we gaan een lekker me-time voor onszelf nemen. We gaan namelijk de nieuwste face scrub uitproberen van Glane Glow. Deze heb ik al in de vlog laten zien, maar Sjoe is het voor het allereerst. Na de face scrub gebruiken we het masker van Glane Glow, de Pink Clay Mask. En na het masker ga ik ook nog de hydraterende moisturizer gebruiken voor mijn make-up. Aangezien Sjoe en ik meteen altijd na ons masker ons gaan make-uppen. En dit is het bijbehorend kwastje. Dus super leuk. Pink. Love it. Hallo allemaal. Good morning. Good morning. We hebben een iets wittere huid, want we mogen niet in de zon. Because we are pregnant. Both. We're pregnant. Nee, we laten in deze vlog even onze huidroutine zien. Wat wij gebruiken voor onze huid. Voor zoveel min mogelijk buisjes, sporen en noem maar op. Ik heb in mijn Instagram al laten zien hoe de face scrub werkt van Glane Glow. Maar Sjoe is helemaal nieuw bij het product. Ik ben helemaal nieuw. Dus we gaan het nu voor het eerst uitproberen echt samen. En normaal doen we dit uiteraard in de badkamer. Alleen daar is het licht gewoon echt niet optimaal. Fijn. Dus we gaan hier doen melon. En ik heb hem al 1 keertje gebruikt. We gaan jullie op de hoogte houden wat we van dit product vinden. Maar tot nu toe is de geur al lovely. Je ruikt het al in het kartonnetje. Ja,
Ja. Oh, lekker. Dus stap 1 is eigenlijk om je huid nat te maken. Dat is eigenlijk met elke scrub. Dat lijkt me ook bij deze scrub ook. In te masseren en dan af te spoelen met warm water. Dus dat gaan wij voor jullie doen. Dit is onze huid vruchten. En normaal gesproken moet ik even bijzeggen. We hebben het masker natuurlijk en de hydraterende crème. En dit is dus nieuw wat we bij onze huidroutine doen. Dus dit gaan we eigenlijk toevoegen aan onze huidroutine. Je ziet gewoon dat de pukkeltjes wat droger worden. Je huid wordt in de eerste instantie iets minder mooi. En daarna krijg je eigenlijk de glow. Ja. En het verzorgt gewoon, het is ook gewoon goede voeding voor je huid. En niet op dieren getest. Nee. Ik ga even met het washandje even ons gezicht een beetje nat maken. Een beetje nat. Een beetje nat. Een beetje nat. Ik vind die verpakking ook altijd heel leuk. Dat van licht naar donker. Ja, weet je dat tie-dye? Dip dye. Tie-dye. Dip dye. Zo. Gezicht nat maken. Clean glow washand. Ja, die is wel handig erbij. Ja. En gebruik ik ook eigenlijk ook altijd om er af, mee af te halen. Ja, normaal gesproken hebben we ook die haarband, maar die zit even in de was. En die was zo vies dat het een beetje... En ook was al open. Dan zal ik hem gewoon openmaken. Ja, ik heb het van jou opengemaakt. Kijk, het glittert dus. Zie je? Oh, wat leuk. Hopla. Oh, het is wel een scrub, maar niet zo'n harde. Nee, ik voel wel dat hij wat doet. Maar niet dat je denkt, ik hou wel hele huid ermee open. Misschien moeten we iets meer dichtbij. Ook in die korreltjes. Oh, het ruikt zo lekker. Oeh. Oh, dat scheelt wel. En echt om het allerbeste resultaat te boeken, ga je hierna de Glow & Glow masker opdoen. Dus we doen nu de face scrub. En daarna gaan we de Glow & Glow masker opdoen en laten intrekken. Rustig insmeren, hè, meisjes. Niet zo'n soort van... Cirkelende bewegingen. Nu wel die lippen. Ja, dat is zwangerschap. Dat heb ik lukken, maar niet. Ja. Dat is wel echt leuk. Lekker, hè? Dus alleen voor het gezicht trouwens. En nek pakken wij eigenlijk ook altijd mee. En dan moeten we er heel veel foundation op doen. Dus daar hebben wij ook wel een scrubje voor nodig. Voor al die dode huidcellen. Even kijken. Het is nu na een paar keer heen en weer bewegen een soort van opgedroogd eigenlijk. Laat het heel eventjes zitten. Maar we gaan het eraf halen met warm tot lauw water. Met de bijpassende washand. En daarna laten we even in het daglicht goed onze glow zien. Om te glitten. Dus blijf maar wrijven. Het is heerlijk, liefst heb je de hele fles op je gezicht. En voor alle vragen, het is 100 ml. Ja. Made with love. Dit is de face scrub. Voor de face. Voor de face. En de nek. Oké, we gaan eventjes lauw water even eraf halen. Tot zo. Zo leuk dat het in Nederland is gemaakt trouwens. Hè? Support your locals. Ja. Zo, we hebben net een frisse kopjes naar onze scrub. Je ziet dat onze huid is helemaal lekker schoon gescrubt. Helemaal schoon. En nu voor de stap 2 gaan we het masker gebruiken. Ik heb even de verpakking in laten zitten. Omdat misschien van jullie sommigen nog niet het merk Glow & Glow kennen. Dus ik denk het is wel leuk om het eventjes zo te laten zien. John en ik hebben eigenlijk altijd onze eigen maskertjes natuurlijk. Ja, het is vandaag lekker zaterdag. Dan denk ik, dan nemen we lekker een lui dagje. En dan gaan we lekker onze huid verzorgen. En even die lekkere op de dag. Tweeën. Lekker niks doen. Lekker niks doen. Dit zijn de bijpassende kwastjes. We hebben inmiddels een nieuw kwastje. Die andere gebruiken we zoveel. Ja. Dat we een nieuwe hebben. En de masker bewaren we eigenlijk altijd gewoon. In de verpakking. Ja, het leuke is, want maskers hebben hem lichter gemaakt. Dus normaal gesproken was hij iets donkerder. Dus hij is nu echt pink. En het is nu een glasverpakking. Ja, dat zie ik zelf dan. Dus we hebben wel echt geüpgrade. En hij is dus nu lichter van kleur. Dus dat vind ik zelf wel leuk. Maar hij smeert nog steeds lekker uit. Ik ben nog steeds zo blij. Iets meer achter. En ik dacht, misschien is het wel leuk als ik jou doe en jij mij. Zullen we gewoon elkaar doen? No. No. Ik ga lekker mezelf doen. Oh, ik heb nog niet een potje. Dat is lekker koud. Ja, ik denk dat we inmiddels al heel veel van die potten hebben verslonden. Ja, ik heb er echt... Weet je, dan sinds dag 1 namelijk fan van Glow & Glow. Vandaar dat we dit ook voor jullie filmen en dat we dit supporten. Want we geloven ook echt heel heilig in het product. Ook nu we zwanger zijn, willen we gewoon wat meer voeding. En dan hebben we natuurlijk meer plekjes. En je hoeft natuurlijk nooit hier helemaal je hele gezicht in te smeren als je pukkeltjes hebt. Je kan ook alleen de pukkeltjes doen om echt dat masker te besparen. Even kijken, die moet ik even bij mij afmaken. En om je ogen heen. Nou, misschien is dat niet voor al iedereen de hebben. Zo. Ik vind dat zo lekker waar ik nog niet heb. Ja, koud ook altijd. Ik wil extra dik op mijn voorhoofd, de meeste buisjes. Ik ben links, dus ik moet het niet meer linker. Jij bent rechts, dat is helemaal niet handig. Nou, je zit er wel goed op. Nee, hier. Wat doe je daar? Ik ben nu aan toegekomen. Zo. Nou, onze maskertjes zijn weer ingesmeerd. Ook dit moet je even laten zitten tot je het voelt dat het droog wordt. Een beetje gaat trekken en de kleur verandert. En dit haal je ook weer met warm water eraf. Ja. Lauw warm water. En we laten zo even onze natural glow zien nadat we deze producten hebben gebruikt. En hierna gaan we eigenlijk meteen door naar onze make-up routine. En daarna gebruiken we eigenlijk meteen de... Kesa! De moisturizer. Dus dan heb je echt in één pakket gewoon alles van hetzelfde product. Vinden wij altijd wel lekker, want je weet dat als één product goed werkt, dat het andere product ook goed werkt. En de moisturizer. Dus we gebruiken ze alle drie. Nou, niet meer wachten. Wil je wat eten? Ja.
Dat is zo lekker. En het is lichter, zie je dat? Ja, zo natuurlijk. Oh ja, kwastjes even schoonmaken na gebruik, girls. Ja. Gewoon ook met lauw warm water. Oké, okay, dan gaan wij even zo'n dingetje doen en dan komen we zo weer terug. Zoals je ziet is ons masker al aan het drogen hier. Tot mijn gezicht, deze hele kleur is met pepernoten aan het eten. Al in de ochtend, ja. Dat noem je dat, zwangerschap cravings. Voelt het een beetje trekken? Ja, ziet hier, dit is droger al bij mij. Hoe dunner je het opsmeert, hoe sneller het droogt. Dus ik heb hem iets dikker gedaan. Aangezien ik wat meer puistjes had op mijn voorhoofd. We zijn even aan het wachten en dan gaan we het zo eraf halen. Ik heb inmiddels mijn masker afgehaald. Zoals je ziet is mijn huid wat donkerder door het circuleren van de scrub en het masker. Mariet is er nu aan het afhalen. Zie je het licht hier, girls? Het is niet optimaal. Nee, een beetje oranje. Een beetje oranje licht. Je huid is nu wat droger. Maar het voelt wat stug aan. Vandaar hebben ze ook de moisturizer bedacht om hierna op te smeren. Dat is deze. En die gaan wij nu voor jullie op smeren, girls. Ik wacht even tot Mariet klaar is. Nu zie je wel al dat ons huid hier lekker schoon is. En helemaal eigenlijk alle puistjes wat droger zijn die ik had dan. Ja. We gebruiken hem optimaal, zie je. En eigenlijk na deze hydraterende moisturizer gaan we ons meteen eigenlijk onze make-up routine beginnen. Hierdoor smeert je foundation ook veel lekkerder uit. Kijk even naar onze natural glow, jongens. Het is geen facetune, geen... Je ziet dat het gewoon je hele huid wordt opgelift en wordt gevoed. Wij love dit. En we zouden niet iets promoten als er niet volledig achter het product staan. En met Reiners 15 krijg je nu 50% korting op alle producten die we deze huidverzorging dagroutine hebben laten zien. En wij hebben dan nu niet eens een hele slechte huid. Maar dat komt ook mede dankzij dit product natuurlijk wat we gebruiken, dat het niet slechter wordt. Maar voor een langere tijd. Ons nichtje gebruikt het ook, onze moeder, noem maar op. En we zien bij iedereen verbetering van de huid. En normaal is het natuurlijk ook altijd heel goed om je huid te voeden. Dus vandaar dat je ook dit product kan gebruiken. Dus wij gebruiken het. En zoals je ziet, je huid krijgt een hele mooie glow. Nou ja, dat je alle stappen hebt gevolgd. Je kan natuurlijk ook één product van de drie kopen. Alleen wij merken wel als je het in combinatie gebruikt dat het beter werkt of fijner werkt. Ja. En omdat ze nu dus ook het masker als enige optie eerst hadden. Nu hebben ze gewoon een hele lijn erbij gecreëerd. Dus daar zijn wij heel blij mee. En om met jullie te vieren dat we bij het product zo blij zijn, gaan we ook een leuke giveaway doen. Voor de verdere details zal ik onder de vlog laten weten hoe je mee kan doen aan deze leuke giveaway. En welk product van de drie jullie eventueel zouden willen winnen. We hebben de face scrub, de moisturizer of het masker. Dus laat het weten. Heel erg gewoon het volledige pakket als we een hele leuke comment krijgen. Shield draagt trouwens de tie-dye hoodie in het blauw met de buikenshorts. Ja, Shield is helemaal in het blauw moet met haar nails. En dan mag een babyboy krijgen. En het is bandsize, dus je kan Shield nog lekker in groeien. En ik heb nu de psycho short aan, maar ik heb eigenlijk een emmertje gepakt, maar ik past eigenlijk nog gewoon best. Maar dat vind ik nu lekker met de buik. Dus deze outfit is nog steeds bij ons verkrijgbaar en bij onze verkooppunten. Wij vloggen nu om de 2 weekjes. Omdat wij zelf merken dat we iets meer rust nemen. Dus we zitten voornamelijk, we doen wel veel nog. Maar niet zoveel als eerst. We hebben normaal gesproken natuurlijk sample sales, modeshows, buitenlandse tripjes. Noem het maar op, fotoshoots. En dat hebben ze natuurlijk allemaal niet doorgaan vanwege corona. En we zijn zelf natuurlijk ook nu wat zwanger. Nu wat rustiger doen we het aan. Dus vandaar dat we dachten, we hebben liever dan 2 keer in de maand echt een vlog van 40 tot 30 minuten. In plaats van 4 keer in de week dan net niet 10 minuten. Ja, en we vinden het ook zelf niet zo fijn. Om echt thuis op de bank continu alleen maar te vloggen. Want vinden wij zelf wat minder spannend. Of vinden we een beetje saai. Dus we hopen hier kunnen vinden. Het is even wennen. En misschien in de toekomst dat we het weer gewoon terugbrengen naar 4 keer in de maand. Dat als misschien al het corona, alle feestjes en events weer mogen. Meer ons leven een beetje kunnen oppakken. Ja. Zoals velen van jullie ook. Dus dankjewel voor het kijken. En love Reiners.